Dag lieve kijkers, ik ben Reine voor TV 48 met het nieuws op zondag voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Team dat hielp te bij bergen auto uit Saramacca Rivier in de bloemetjes gezet. Op 2 juni 2024 heeft districtscommissaris DC van Saramacca, Sheran Bansidurga, een groep hulpverleners in de bloemetjes gezet. Deze groep heeft zich vorige maand ingezet om de auto van een vrouw te lokaliseren en te bergen. Nadat zij in de Saramaka rivier was gereden. De DC bedankte de hulpverleners namens verschillende instanties, waaronder de korpschef van het Korps Politie Suriname, voor hun enorme inzet. Elke hulpverlener ontving een oorkonde als blijk van waardering, gevolgd door een feestelijke maaltijd en een drankje. Op maandag 21 mei, rond 4 uur ochtends, reed een 30-jarige vrouw met haar auto in de Saramaka rivier. Er werd snel een zoekactie opgezet door de maritieme afdeling van het Korps Brandweer Suriname, enkele vrienden van de brandweer die hun boten en apparatuur vrijwillig inzetten, het Korps Politie Suriname onder leiding van GPKCH, Mohan en een particulier duikersbedrijf. Ander nieuws: 20-jarige studenten van telefoon beroofd op straat. Op 1 juni 2024 is een 20-jarige studente in de vroege ochtend van vrijdag 31 mei van haar telefoon beroofd aan de Eduard Bruma straat in Suriname. De vrouw was onderweg naar school toen zij ter hoogte van de Venezolaanse ambassade van achteren werd aangevallen door een onbekende man. De dader griste de telefoon uit haar hand en vluchtte vervolgens. De politie werd geïnformeerd en kwam ter plaatse voor onderzoek. Gelukkig raakte het slachtoffer niet gewond. De verdachte is nog steeds spoorloos, en de politie van Centrum onderzoekt de zaak. Een triest nieuwsbericht. Een 60-jarige man die al enkele dagen niet was gezien door zijn buren, is zaterdag dood aangetroffen in een woning aan de Hecuba-straat in Suriname. De buren sloegen een alarm nadat ze een onaangename geur opmerkten. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Daar troffen ze het lichaam van de man aan, liggend op een bed in de woning. Het lichaam verkeerde al in een vergevorderde staat van ontbinding. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis. Update: Deze zaak stinkt. Veroordeling aan Uratha. Medeplichtigen komen weg zonder straf toont zwakte rechtssysteem. Wie heeft er weer boten op hun hoofd? Een recent bericht in Dagblad Suriname werpt een verontrustende blik op een rechtszaak waarbij Anuradha, een bankmedewerker, samen met andere geld verduisterde van een bank. Anuradha werd veroordeeld tot gevangenisstraf en moet de gestolen bedragen terugbetalen. De diefstal werd mogelijk gemaakt door het omzeilen van bankkosten en het aanbieden van ongebruikelijk hoge rentetarieven van 7 tot 10 procent op vreemde valuta. Wat in strijd is met normale tarieven in de banksector. De rechter beschouwt de medeplichtigen als slachtoffers, maar velen zien hen als medeplichtigen. Dit roept vragen op over het rechtssysteem. De betrokkenen brachten jarenlang contant geld naar parkeerplaatsen van de bank, wat wijst op mogelijke betrokkenheid. Waarom hebben ze nooit eerder de politie ingeschakeld? Het gebrek aan actie en toezicht is verontrustend. Het openbaar ministerie heeft de medeplichtigheid van de betrokkenen niet onderzocht, waardoor ze vrij uitgaan en alleen Anuradha wordt veroordeeld. Dit toont een zwakte in het rechtshandhavingssysteem. Deze zaak benadrukt de noodzaak van een grondiger onderzoek en rechtvaardigheid voor alle betrokkenen, inclusief de medeplichtigen nanni in Nikkerie langzaam aan het vullen naar regenval Recente regenval heeft geleid tot een langzame vulling van de nanni in het district Nikkerie, tot opluchting van de padiboeren in de regio. Deze regenval van de afgelopen twee en een halve week is gunstig voor de landbouwsector, omdat voldoende water in dit uitgestrekte zwamgebied essentieel is voor het bevloeien van landbouwpercelen via zwaartekracht. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft de situatie kritisch, aangezien het onderhoud van de waterinfrastructuur in de regio te wensen overlaat. De slechte staat van de inlaatsluizen en andere waterwerken vormt een potentieel risico voor een effectieve waterbeheersing. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft plannen voor de rehabilitatie van deze waterwerken, maar de exacte timing van deze maatregelen is nog onduidelijk. De hoop is nu gevestigd op een voortzetting van de regenval, zei het met mate, om de waterstand in de Nanni-zwamp op een optimaal niveau te brengen voor de landbouwactiviteiten in de regio. Op 1 juni 2024 vierde de Suriname Economic Oversight Board, SEOB, haar eerste verjaardag. Dit initiatief van de private sector... Vertegenwoordigd door de vereniging Surinaams bedrijfsleven (VSB), de Surinaamse bankiersvereniging (SPV) en de vakbeweging, heeft als voornaamste doel om de regering te adviseren over de implementatie van het IMF-programma en de economische indicatoren. In het afgelopen jaar heeft de SEOB verschillende belangrijke gesprekken gevoerd, waaronder overleg met het technisch team van het tripartiet overleg en high-level overleg met de IMF missie. Dit heeft geresulteerd in transparantere communicatie van macro-economische en fiscale data naar de samenleving via de website www.co.sr en een maandelijk bulletin. Voor de toekomst blijft de SEOB zich inzetten voor het monitoren van het huidige IMF-programma en het aanbevelen van een IMF-2-programma ter versterking van de instituten. Het doel is om de overheidsfinanciën te verduurzamen en de capaciteitsopbouw binnen overheidsinstellingen te verbeteren. Update: Braziliaan die mede-landgenoot aangehouden. Een 32-jarige Braziliaan is aangehouden voor het doodschieten van zijn 25-jarige landgenoot Geverson Bina da Silva in een goudzoekerskamp in het Laajebiet. De verdachte Jea. Werd door de politie van Lava opgepakt, nadat zij melding kregen van het schietincident. Bij aankomst vonden ze Jea in de buurt van de plaats delict en arresteerden hem. In de slaapkamer van de verdachte trof de politie een vuistvuurwapen aan, samen met 18 scherpe 9mm patronen en drie patroonhouders. De politie heeft Jea aangehouden op verdenking van moord, doodslag, zware mishandeling en overtreding van de vreemdelingenwet. Hij is samen met het gevonden wapen en munitie overgedragen aan de recherche van Regio Oost voor verder onderzoek. Nog een verontrustend bericht. Politie-inspecteur in Nikkerie schiet zichzelf door het hoofd. Op zaterdagmiddag heeft een inspecteur van het korps politie Suriname, werkzaam in Nikkerie, zichzelf door het hoofd geschoten. Het betreft inspecteur derde klasse Salim, hoofd van de afdeling bikers in het reisdistrict. De politie van Nieuw Nikkerie en een ambulance kwamen ter plaatse. De inspecteur werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed. Het motief voor zijn daad is nog onbekend. Abrahams, Brunswijk zegt openlijk: Mino mi Baka GIA-president. Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij, NDP, Beschuldigt tegenstanders ervan de NDP uit de verkiezingen van 25 mei 2025 te willen houden. Tijdens een vergadering in Pontbuiten afgelopen vrijdagavond benadrukte Abrahams de obstakels waarmee de partij geconfronteerd wordt. Hij bekritiseerde de regering van president Chan Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk en beweerde dat ze het land in problemen hebben gebracht. Abrahams beklaagde zich vooral over Brunswijk, die ondanks zijn samenwerking met Santokki verklaarde. Mino Mangdrai, Mibaka GIA-president. Hoe kan dit de manier zijn waarop je het land bestuurt? Wat voor leiderschap is dit? Vroeg Abraham's retorisch. Ondanks de uitdagingen heeft de NDP zich succesvol geregistreerd bij het onafhankelijk kiesbureau OKB en is klaar voor de verkiezingen. Abraham's waarschuwde dat de partij alert moet blijven, omdat ze zich twee maanden voor de verkiezingen ook nog bij het centraal hoofdstembureau CHS moet registreren. Klachten over specialisten in MMC Nieuw-Nikkerie blijven aanhouden. Bewoners van Nieuw-Nikkerie en omliggende gebieden ondervinden nog steeds problemen door een tekort aan specialisten in het Mungra Medisch Centrum, MMC. Dit leidt ertoe dat veel noodzakelijke medische behandelingen niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, wat zorgen en ongemak veroorzaakt bij de bevolking. Patiënten worden vaak gedwongen om naar Paramaribo te reizen voor gespecialiseerde zorg. Directrice Shaista Abdul van het MMC heeft al aandacht besteed aan dit probleem. Ze legde uit dat de meeste specialisten die naar het district komen slechts voor een beperkte periode beschikbaar zijn, wat resulteert in periodes waarin patiënten naar Paramaribo moeten voor behandelingen. Hoewel Abdul heeft aangegeven dat er een goede samenwerking is tussen het MMC en andere ziekenhuizen in het land, blijft de situatie zorgwekkend voor de burgers van nieuw -Nikkerie. De kosten en het ongemak van reizen naar Paramaribo vormen een aanzienlijke last voor veel patiënten en hun families. Op vragen van Dagblad Suriname over de beschikbaarheid van specialisten, heeft Abdul bevestigd dat er momenteel een tekort is in het ziekenhuis. De directie heeft al stappen ondernomen om dit probleem aan te pakken, waaronder wervingscampagnes en samenwerking met opleidingsinstituten om voldoende specialisten aan te trekken en te behouden. Naast lange termijn strategieën worden ook tijdelijke oplossingen geïmplementeerd om de impact op de zorg voor patiënten te verminderen. Update: Stewardessen moesten meewerken onder druk. Een recente drugsmokkeloperatie op de luchthaven van Schiphol is aan het licht gekomen, waarbij een 51-jarige criminele mol uit Diemen een centrale rol speelde. Het blijkt dat honderden kilo's cocaïne het land zijn binnengevlogen met vliegtuigen en vervolgens door corrupte medewerkers van het vliegveld zijn gesmokkeld. Vier medewerkers van Schiphol en een voormalige medewerker zijn gearresteerd in verband met deze zaak. Het lijkt erop dat de criminelen de druk op het luchthavenpersoneel hebben opgevoerd om hun operaties te faciliteren. Zelfs stewardessen zijn niet gespaard gebleven van deze dreiging, wat wijst op de ernst van de situatie. Deze gebeurtenissen onderstrepen de noodzaak van strengere veiligheidsmaatregelen en controles op luchthavens om dergelijke illegale activiteiten te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat luchthavens en wetshandhavingsinstanties samenwerken om de veiligheid en integriteit van het luchtverkeer te waarborgen. Eerder berichten wij u over vechtende scholieren, en hier is weer zo'n bericht voor u. Mulo-leerling houdt gebroken been over aan vechtpartij in klas. Een leerling van de MCJ Surenschool aan de oude Charlesburgweg in Suriname heeft deze week een gebroken been overgehouden aan een vechtpartij met een medeleerling in de klas. Het latere slachtoffer treiterde zijn tegenstander over het feit dat hij geen vader meer heeft. Dit leidde tot een gevecht waarbij de vaderloze jongen zijn medeleerling een fractuur aan zijn rechterbeen toebracht. Het gebroken been van het slachtoffer is door een orthopeet in gips gezet. De ouders van beide leerlingen zijn door het schoolhoofd opgeroepen voor een gesprek. Echte vrienden maken op school kan je redden in je verdere toekomst. Maak vrienden en geen vijanden. Minister Randin belicht Ananas-project tijdens SDG-panel op SIDS-conferentie. Op 28 mei nam minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking deel aan een hooggeplaatst paneldiscussie tijdens de vierde internationale conferentie over Small Island Developing States, SIDS 4, in Antigua en Barbuda. De conferentie, die plaatsvond van 27 tot en met 30 mei, omvatte verschillende evenementen, waaronder paneldiscussies over de United Nations Sustainable Development Goals, UNSDG, Minister Ramdin benadrukte de vooruitgang van twee UNSDG-fondsprojecten in Suriname, het Asta-project, ook wel bekend als het Ananas-project en Project 3 Leave No One Behind. Hij belichtte de veelzijdige aanpak van het Asta-project dat zich richt op de ananassteel, een vrucht met diepe inheemse wortels. Dit project stimuleert decentralisatie en economische groei door het implementeren van technologieën van de Horticulture HUB, gefinancierd door het UNSDG-fonds. Het doel is om de economische capaciteit van betrokken districten te vergroten. Project 1, een roadmap voor een duurzaam financieel systeem, is inmiddels succesvol afgerond. Bedenkelijk bericht: Akimboto blijft ideologie NDP ondersteunen. Tijdens een bijeenkomst van de NDP in Pontbuiten op vrijdagavond deelde oud-minister Sergio Aquimboto mee dat hij de ideologie van de Paarse Partij in Suriname blijft ondersteunen. Hij benadrukte dat zijn keuze om bij de partij te blijven voortkomt uit een ideologische overtuiging. Aquimboto gaf toe dat hij eerder had overwogen om zich terug te trekken uit de politiek en andere politieke organisaties te steunen. Dit vanwege zijn teleurstelling in bepaalde ontwikkelingen binnen de partij. Zijn teleurstelling lag echter niet in het niet verkrijgen van een bepaalde positie, maar in het afwijken van de idealen en afspraken van de partij. Hij herinnerde aan de sterke ideologie van de partij, die in het verleden solide verkiezingsprogramma's had opgesteld. Maar bij het verkrijgen van de macht leek het alsof de partij haar oorspronkelijke principes uit het oog verloor. Desondanks bleef Akim Boto vasthouden aan de hoop en benadrukte hij het belang van het blijven verspreiden van de ideologische zaadjes. De beslissing van Akin Boto om de ideologie van de NDP te blijven steunen roept vragen op over de koers van de partij en de toekomst van de Surinaamse politiek. Helemaal mee eens, er is veel te weinig romantiek. De muziekgroep Yellow Gang heeft onlangs hun nieuwste nummer CK Mouye gelanceerd, met een krachtige boodschap om meer romantiek in relaties te bevorderen. Liedzanger Rayello. Yellow, moedigt mannen aan om hun partners te respecteren, te verwennen en tijd met hen door te brengen. Het nummer, uitgevoerd door Yellow en koolstofmonoxidezanger Ciano, CIA, ontstond spontaan tijdens een werkpauze en werd op 31 mei 2024 samen met een bijbehorende videoclip uitgebracht. Yellow benadrukt dat deze boodschap ook geldt voor vrouwen: verwen je partner, kook voor hen en geef ze wat extra aandacht. De opname vond plaats in Nef Studio, terwijl de videoclip werd geproduceerd door Ink Graphics. Het nummer is beschikbaar op het sociale mediakanaal van Yellow Gang Music en weerspiegelt volgens de artiesten de realiteit van hedendaagse relaties. Tot slot het weer. Vandaag in Paramaribo, langzaam meer bewolking en toenemende kans op regen en onweer in de middag en avond. De temperatuur stijgt tot 32 graden Celsius met een zwakke wind. Vanavond bewolkt met mogelijk motregen rond de 25 graden Celsius. Kortom, bereid je voor op wisselvallig weer met zon, regen en misschien wat onweer. Ik ben Norma de Jezus voor TV48. Tangboem en tot later.